Maar hij staat op het moment nog voor de startbox. Hij zit er bijna in. En ook dat is gelukt. Twee paarden dus in de startbox. Nog vier te gaan. Dat zijn de vier met meer ervaring die al vaker in de startbox hebben gestaan. Maar ook zonder problemen nu naar binnen gaan. Dan zien we ook de favoriet, Picasso T, met Adrie de Vries in de witpaarse kleuren. En dan als de laatste die erin moet, El Zarka DA met Koen Kleijmans. Picasso T staat erin. En daar gaat ook El Zarka DA. Alle paarden op dit moment in de startboxen voor de Emirates Breeders Program. Zes Arabische volbloeds binden elkaar met de strijd aan om een prijzenpot van meer dan 5000 euro. En dat doen ze over 1800 meter. Zodra ze de finish passeren, één volledige ronde gaan. Vlag is omhoog en de start is gevallen. Start is gevallen met aan de buitenkant zien we El Zarka DA. Middenkant van de baan is het Picasso T. De schimmel die op het moment de leiding neemt voor die andere schimmel. En dat is Papillon T. En het is een twee schimmels vooraan en ook de debutanten zijn netjes weggekomen. Als laatste begint dan het kawaii Mazuri en voor hem ligt Lightning Thunder. Leiding is inmiddels in handen voor Picasso T. Daarachter zien we op dit moment Papillon T. Buitenkant is er voor El Zarka DA. Vierde is op dit moment in de positie de vierjarige Princess T. En daarachter zien we Lightning Thunder en Mazuri. Leiding is makkelijk in handen voor Picasso T. De fraaie schimmel, 7 jaar oud met Adrie de Vries. Gaat in mooie wijze op dit moment over de vlakte van de Draverenbaan Duindicht. Met nog altijd een mooie voorsprong ten opzichte van El Zarka DA. Picasso T heeft de leiding voor Papillon T. El Zarka DA ligt op het moment in de derde stelling aan de buitenkant. Vierde is op het moment Prinses T. Daarachter zien we Lightning Thunder. En achteraan nog altijd Mazuri, de twee pupillen van Karin van der Bos. Die misschien hun grote hoogtepunten later in het seizoen zullen hebben. Leiding is nog altijd voor Picasso T. Maar Picasso T die kan er zeker niet gerust op zijn op andere Papillon T. Die hem elke keer ook goed partij kan geven. En die vierjarige, dat is Prinses T, die ligt op het moment nog steeds in vierde stelling. El Zarka DA, de grootverdiener in het veld, ligt nogal op het vinkertouw in het tweede spoor. Maar de leiding en het initiatief is nog altijd voor Picasso T, die al de hele weg aan de leiding sleurt. En die gaat op het moment ook de laatste bocht door en gaat de paarden de rechter uitbrengen. Dat is nog altijd Picasso T. Picasso T heeft nog altijd de leiding voor Papillon T. Het gaat op haren en snaren. Picasso T heeft nog altijd een lengtevoorsprong op El Zarka DA. En aan de buitenkant komt het moment de 6 Prinses T. Binnendoor schuift nog altijd Papillon T. En daarachter zien we Lightning Thunder en Mazuri. Maar gaat Adrie Vries die quick double die hij zo graag wil halen dan ook echt binnenhalen? Nog altijd Picasso T. Picasso T. Buitenkant nog een keer een aanval van El Zarka DA. En helemaal aan de buitenkant nog steeds Prinses T. Maar Picasso T. Die heeft nog altijd een lengte voorsprong. Daar is hij. Geef een groot applaus aan Adrie Vries. Die wint hier met 1. Picasso T. Close op de tweede plaats. Tussen El Zarka DA en de 6 Prinses T. Dat kunnen we straks in de slow-mo ontwaren. Hier in de Emirates Breeders Program. Daar gaat de 1, Picasso T. En zeer close op de tweede plaats. Waarschijnlijk aan de buitenkant de 6, Prinses T. Voor de 2, El Zarka DA. En de 3, Papillon T.